Goedemorgen, middag of avond en welkom terug bij Krimi TV. We gaan vandaag Dragon Ball Xenoverse spelen. Yes, we gaan hier een serie van beginnen. De vorige character, Frans Bauer, die gebruik ik nu niet meer. Ik was niet echt heel blij met de character. Character creation is trouwens echt niet echt heel erg bijzonder in het spel. Je zult ook zien dat de framerate misschien niet geweldig is. En dat komt omdat ik een paar instellingen moet aanpassen, met namelijk V-Sync. Heeft te maken met dat we de vorige keer de keyblast niet konden zien. Het is nog steeds niet allemaal gepatcht. Ik heb een character. Deze character... hier zaten we de vorige keer ook vast. Ik heb al een stukje opgenomen namelijk. Alleen ik had de microfoon uitstaan. Terwijl dit loading screen bezig is. En dit duurt lang. Dit duurt lang, geloof mij. Dat viel best mee. Dit is Corrie. En Corrie, overdedig. Die, dat is een vrouwelijke aardling. Ze heeft dat zilveren armor aan. Dat is goed voor ki en voor stamina en voor snelheid en bla bla bla. We zullen uiteraard later beter armor vinden, mooier armor. Maar voor nu is dit goed gebalanceerd. Zoals ik zei, Corrie is inmiddels level 3. Ik heb de proloog even gedaan. Waar het verhaal op neerkomt is eigenlijk heel simpel. Wij zitten in Tokitoki City. Dat is een stad in de lucht en zo. En dat gaat allemaal over tijd en weet ik veel. En, dit gaat wel... Dit gaat lang duren, maar goed, vooruit. Laten we het hopen. Dan kunnen we tenminste andere spelers in de stad zien rondrennen. Dat is wel grappig. Je kunt dus echt met z'n allen in één grote stad. Het is een soort van Dragon Ball MMO, alleen dan anders. Het is namelijk geen MMO. Je kunt niet echt tegen elkaar vechten. Ja, je kan wel tegen elkaar vechten, maar anders. Het is niet zo dat je elkaar tegenkomt in de stad en elkaar dan verrot gaat trappen. Maar goed, hoe het ook zij. Het spel is nog niet helemaal af eigenlijk. Het is heel mooi en alles dat het bestaat. Maar er zitten nog wat kinks in de kabel. Waar het verhaal over gaat is... Ik ben opgeroepen door Shenron, de draak van de Dragon Balls. En Trunks die heeft gewenst voor een partner die zelfs... Die zelfs de tijd zou kunnen verslaan. Nou, en dat ben ik. Dus wij kunnen tijd reizen. En af en toe moeten wij terug naar het verleden om iets recht te zetten. Wat kapot is gegaan. Wij hebben hier allemaal van die time pods. Net zoals de Trunks die je toen had. Vroeger altijd. In de serie. Hier is Piccolo. Piccolo is onze trainer. Dat houdt eraan. I hope you're using Evil Explosion in battle. Power charges with time, but there's no need to use it at full power. It's effective to use right when an enemy shows an opening. Don't charge up without thinking. Be versatile and flexible. Okay, prima. Nou, we hebben dus allemaal andere spelers die hier rondlopen. Dat is echt fantastisch. Dit is Captain, blijkbaar. Hallo, Captain. Hello. Je kan dus inderdaad... Hoe was het ook weer? Volgens mij moest je op F drukken om te chatten, maar dat valt dus tegen. Maar goed, mensen kunnen dus met elkaar kletsen en mensen kunnen rondlopen. Dat is echt fantastisch. Piccolo is dus onze trainer. Daarvoor moeten we een bepaalde aanval in gevecht gebruiken. Dat is allemaal heel leuk en aardig, maar het stelt weinig voor wat dat betreft. Laten wij naar... De hele proloog slaan we maar over. Het is gewoon Goku die de drie legendarische gevechten doet met Frieza, Cell en Boo. Niet echt heel interessant. En dan leren we een beetje van, oh ja, de tijd is een beetje verrot. Daar komt het op neer. Laat ik eventjes naar de controls kijken, want er zijn een paar controls die je wel kunt wijzigen. In tegenstelling tot wat ik zei in de vorige, in de soort van proloog. Even zien, hoe doen we chat? Chat is F, ja wel. Chat is F, maar ik kan niks. Ik druk op F, maar er gebeurt niks. Oké. Als ik nou op T druk of Y of iets anders... Hoe kan ik chatten als ik... Nee. Oké. Het werkt niet echt. Nou, vind ik op zich niet erg. Corrie gaat gewoon hier naar binnen. En we gaan de Reddit-saga gaan we doen. De allereerste Saiyan-saga. Wat het in principe inhoudt... je ziet nu ook heel af en toe een streep in het midden van het beeld. Althans, dat zie ik. En dat heeft dus te maken met die V-Sync. Dus het is echt het een of het ander. Of we kunnen niet alles zien in battles. Of we kunnen niet alles zien terwijl we rondlopen. Ik vind battles toch belangrijker. Dit is de Supreme Kai of Time. Die zorgt ervoor dat wij kunnen tijdreizen en bla bla bla. Het verhaal is echt niet zo heel erg boeiend. Maar de gameplay is hartstikke leuk. En je hebt heel veel grinden. En heel veel leuke dingen die je kan doen. Allereerst hebben we natuurlijk Trunks Test. De meeste van deze cutscenes ga ik overslaan. Want het verhaal is echt niet zo heel erg bijzonder. Het komt er gewoon op neer. Oh, ik ben gesummoned door de draak. En Trunks die wil het nu
testen of wij wel echt goed kunnen vechten. En Trunks is natuurlijk een meestervolle warrior met een zwaard. En hier gaan we dan. We krijgen honderden tutorials tijdens het gevecht. Maar goed, daar moeten we maar mee leven. Huppa, dit is ook weer zo één dat je denkt van oké, helemaal fantastisch. Hup, escape, knal, nee, kom op, knal, 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 knal. Boom, hier heb je je evil explosion. Zo, nu moeten we Piccolo moeten we die trainen af en toe, dus dat komt goed uit. Defending enemy attacks is ook belangrijk, using special skills. Oké. We kunnen zo chargen, dat is ook fantastisch. En hoppa, full power energy blast volley. Tadadadam, tadadam, 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 tadadam. Zo. Oh, dat was naar. Dat was zeker naar. Wat dacht je hiervan? Oké, daar valt Trunks. Plof op de grond, clear. Nou, fantastisch. We hebben hier een mooie draak op de achtergrond. Fantastisch opgelost. You were chosen. Chosen by Shinran. Sorry, oh snap! You, by the way. Ja, nu krijgen we een heel verhaal van we kunnen rondlopen in de stad en daar is van alles te doen. Je kunt andere spelers en je kunt quests doen en bla bla bla. En je moet eventjes rondlopen. En zo heel af en toe dan kun je dus inderdaad meegaan met Trunks. Oh, right. Look around. Ja. If you'd like. Go ahead and Lang verhaal kort. We krijgen dus van deze scrolls in de Time Vault. Daar gaan we nu even een kleine cutscene van zien. Die is op zich wel interessant. En die kleine cutscene die geeft ons dus wat meer inzicht in wat er gebeurt met de tijd. The Time Nest. The Supreme Kai of Time lives here and manages this entire place. We also have the Time Vault. It has many important texts. There's something I need you to take care of. Not a big deal. So let's head over to the Time Vault. So. Zo af en toe zul je even zien dat ik het een en ander knip en dat komt door loading screens. Serieus, 2015. Loading screens. This is the scroll of eternity. All of time, all of history. Everything. It's all listed in here. But here, just take a look at this. Oh, wat erg. Dan gaan we. Sneeuwbeeld. Je moet de antennekabel erin steken. Oké. Special Beam Cannon! Legendarische scène uit de originele serie. Maar dat ging net iets anders. Dat ging niet zo. Ofwel, de tijd is veranderd. We moeten de serie moeten we nabootsen. Dat is het doel. Dus we hebben het een en ander goed te maken hier. Ja, Raditz, je bent geweldig sterk. Oké. As you can see, if history is in any way altered or distorted, it could change the world as we know it. Ja. We have no choice. We have to stop it. Oké. We can't let history change. Check. Right now, Goku is in trouble and needs help. Oké. Please. Gaan we doen. Terug in de tijd. This is your last chance. Come on, join your family, Kakarot. Look, I'll do you a favor and spare you both. Shut up! There is no way I'd ever join you! Then playtime is over. Ik weet niet of ik dit al gezegd had, maar de voice acting in het Engels is dus niet gematcht op de lippen. Leave my daddy alone! De lippen zijn gematcht op de Japanse voice acting. You brat! Stop!
Uh-oh. Foutje bedankt. Oké. Okay. Tijd om de planeet te redden. Daar zijn we dan. Hey, Cory. Someone you know, Goku? No. But... I'm pretty sure it's someone we can trust. Ja hoor. Geen enkel probleem. Oké, laten we Reddit eens even zien wat wij kunnen. Lose conditions, player HP is depleted. Dus we hoeven alleen maar dood te gaan om te verliezen. We hoeven dus niet om Piccolo en Goku te letten. Dat scheelt. Dus gewoon let's go. No matter how much trash there is, it's still trash. Hey, can I get your help? Don't be a drag. Can you hear me? Hoppa, Kamehameha. I'll be backing you up from the time nest. We kunnen ook onze key opladen, wat echt fantastisch is. Hoppa, Energy Blast Volley, want we zijn ontzettend goed met key blasts. Dit is echt fantastisch, het opladen van je key. Oké, Kamehameha opladen. Dat was mis. Oh, god. Dat was de Evil Explosion die we moesten gebruiken van Piccolo. Maar... kom op. Oh, yes. Hoppa, volledig in het gezicht. En nu eventjes bijknallen. Dat is ook belangrijk. Hoppa, Kamehameha. In je gezicht. Fantastisch. Zo doen we dat. Mijn knie doet een beetje raar, maar voor de rest... Ai, ai, ai. S-rank. Fantastisch. Helemaal goed. Level up. Ook fantastisch om te zien. Ik laat je straks even zien wat we kunnen met al die levels. Voor nu laten we even kijken hoe het had gemoeten inderdaad. Ai, ai, ai. Damn it! Serves you right. En we gaan weer terug. Wij hoeven niet al te lang hier in de tijd te zitten. Where did... Thank you so much. That was wonderful. I didn't think it was your first time. Dat is het ook niet. You corrected the timeline. Yes. Good job. And with no side effects either. Dat is dus ook iets waar je voor moet oppassen. Side effects. Als je iets niet helemaal goed doet, kan het zijn dat er weer een nieuwe quest opent. Soms ten goede, soms ten kwade. All right. Once we have the Supreme Kai of Time, put it in a scroll, it'll all be done. Mooi. Oh, you don't have to worry about Goku. It's fine. He'll be revived with the Dragon Balls. Ja hoor. Oh, yeah. And well, that scroll isn't the only one with a history change. Oh? Just talk to me whenever you're ready. Take your time. Okay. Helemaal goed. Nou, dat zijn dus de basisprincipes van het spel. Het, ja, met name het... ik probeer even te kijken hoe ik die chat open kan krijgen, maar dat lukt me gewoon niet. Nou, maakt niet uit. Met name het oplossen van die timescrolls, heel erg belangrijk. Dat is gewoon de main quest, zeg maar. Maar je hebt ook allemaal sidequests en je hebt allemaal leuke mensen die hier rondlopen, zoals... Tigrisowati of Wits, die hier gewoon een beetje op de grond ligt. We kunnen hem wegduwen. Flauw. Heel flauw dit. Maar het kan. Even kijken, wat hebben we hier? We hebben allemaal leuke mensen. Allemaal leuke mensen. Kunnen we op enter drukken of iets? Nee, we kunnen helemaal niks, hè? Nee. We gaan maar eens eventjes bij de Time Space Delivery. Wat is dit? Wat is deze? Send gifts to other players. Oké.
Get gift. We hebben geen gifts, volgens mij. Nee, send gift. We kunnen wel iemand wat geven. Recipient. Even kijken. We hebben helaas geen... we hebben verder helaas geen... Oeh, kom op. Geen vrienden in onze lijst die dit nog spelen. Als je op Steam zit en je speelt het spel wel, voeg Creamy Clown Television even toe. Zou hartstikke leuk zijn. Laten we eventjes kijken in onze inventaris, want ik zag net dat we iets hadden wat ik met mijn vorige character uiteraard niet kon dragen, maar met deze wellicht wel. Chi-Chi costume. Even kijken, voor betere stamina en keyblast supers. Ik weet niet wat beter is, die van ons. Dit is voor betere key en keyblast supers. Deze is voor betere stamina en keyblast supers. Ik denk dat... Oh, we kunnen ook helemaal niks dragen. Wauw. Dat is interessant, we kunnen gewoon naakt rondlopen dus. Althans, zo goed als naakt. Oké, dit is dus... Oké, leuk. Gaan we niet meer doen? Nee, ik denk dat ik de Crystal Battle Suit gewoon aanhoud totdat we iets beters krijgen. Wat ongetwijfeld best snel zal zijn, want je krijgt echt heel veel items in dit spel. En vooral sidequests die je kunt doen. Hartstikke leuke sidequests die je kunt doen. Laten we eens even gaan kijken bij sidequests. Dan sluiten we daarmee deze aflevering af. Dit is eigenlijk een spel wat ik superveel zou moeten livestreamen. Gewoon om te laten zien hoe ik aan het grinden ben en zo. Select a quest for challenge. Oké. Wat dacht je van de World Tournament Tag Team of Saiyan Blood? Saiyan Blood. Clear with Raditz health over 50%. Oké. Kunnen we doen. Nou, off you go. Good luck. Daar krijgen we waarschijnlijk allemaal leuke items voor. We pakken jou. We hebben hier allemaal mensen die we kunnen kiezen. Echt fantastisch. Cyberman. Yamcha. Van alles hebben we al geunlocked. Dus echt... Vegeta Super Saiyan 4 is natuurlijk gewoon een hele slimme keuze. En Goku. We hebben nu een team van 3. We moeten Raditz... wat moeten we ook weer verslaan? Ik weet niet meer. Ik ben het nu al kwijt. Piccolo en Goku. Oké. Prima. Ik begin met Goku. Hoppa. Zo, de Evil Blast gebeuren. Moeten we ook hebben. Oké. Oh shit, dat is een special beam cannon in mijn gezicht. Ik ben wel blij dat ze het enigszins aangeven, omdat je ze niet altijd kan horen inderdaad. Alsjeblieft Goku. Oké, we gaan verder op Piccolo, want Piccolo is nu in ons gezicht. Je kunt echt heel makkelijk met tap. Oh bitch. Ik ga je eigen techniek tegen je gebruiken, Picky. Oh, 9 hits. Nice. Huppa. Knal, knal, knal. En boom. Dat is echt fantastisch. Okay, we zijn een beetje aan de lage kant wat onze health betreft. We doen even een capsule, maar dat was een key capsule. Dus dat had echt geen enkel nut. Ik dacht dat het een health capsule was, maar helaas. Huppa. KO. Volgende. Goku. Alsjeblieft. KO. Oh, warning, warning. Oh shit. Leave my daddy alone! Oké. Ja, ga maar janken. Huppa. Kleine Gohan is heel erg boos. Begrijpelijk, we hebben net zijn vader vermoord. Maar dit zijn dus allemaal parallel quests. Deze vallen niet binnen de tijdlijn, maar kun je toch zeg maar gebruiken om awesome te zijn. Hoppa, wij gaan gewoon lekker op afstand, gaan we gewoon lekker baas zijn. Die is te kort, we pakken deze level. Zo, oké, die is ook te kort, we doen wel eventjes, hoppa. Opladen, 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 opladen. Yes. Full energy blast volley. Het is echt een hele goeie als je echt heel veel vijanden hebt, maar tegen 1 of 2 vijanden is hij eigenlijk een beetje doelloos. Energy charge, hoppa. Hoppa, in je gezicht. Kom op. Het is echt 4-1, een klein kind. Het is echt gewoon ontzettend, ontzettend flauw en niet echt in de spirit, maar goed.
Nee, zoals je kunt zien, het is niet echt iets waarvan je zegt, dat is een fantastische aanval. Deze. We doen hem toch, de hele tijd. Maar goed, we kunnen natuurlijk ook gewoon deze gaan gebruiken. Gewoon. Deze Evil Explosion heeft ook geen enkel nut op afstand. Maar goed. Kom op, Gohan. Huppa. Ultimate finish. Zo doen we dat. Ja. S-rank. Zo doen we dat. Level up. Level up. Oh, 2 levels up. Oké. Okay. Small mix capsule. Power is 5. Scum. Oké. Okay. Double Sunday en Unrelenting Barrage. Het zijn ook 2 hele goede aanvallen van Raditz. Dus die kunnen we dan gebruiken. Nou, die hebben we gecleared. Fantastisch. Dan komen we helaas wel weer hieruit. Moeten we weer het hele pakken lopen. Change equipment. Nee, niet equipment. Ik zocht boost attributes. We hebben heel veel punten. Laten we dit een beetje gebalanceerd doen. 3 op alles. Behalve dan strike supers. Die slaan we even over. Maar ik wil in het begin wel een beetje balans hebben van alles een beetje. Of zullen we echt gewoon super hard op Key en op Key Blast Supers gaan? Laten we gewoon helemaal gek. Helemaal wakku. Zo. Super veel Key, super veel Energy Blast Supers. Battle Items, we hebben weer wat Battle Items erbij. Nee. Oké, slaan we die over. Fixed chat voor quests. Ik snap niet eens. Oké, het zal wel allemaal. Nou ja, goed. We staan hier in het midden van ontzettend veel. Oh, hallo, Pepper. Wauw, dat is echt super vervelend. Goed, hoe het ook zij. Je kunt dus met je scrollwieltje veranderen van character met wie je wilt praten. Nou, dat is echt heel erg fantastisch gedaan, voordat er een geluidje bij komt. Ik ga even grinden op offline parallel quests. En de volgende keer gaan we gewoon verder met de main quests. Dus ik zeg bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer bij Krimi TV.